mevrouw de Jong namens de veiligheidsregio. En de heer Schipmulder, commandant van de vliegbasis. Dat zijn mijn twee gasten, want wij gaan iets belangrijks doen. U zei het net al, we gaan een convenant tekenen. Is een convenant een duur woord voor gewone afspraken ondertekenen? Want de komende tijd staat er in een rij van alles te gebeuren. Onder andere wordt onze stationsomgeving helemaal aangepakt. Daar heeft u veel over kunnen lezen. Dat betekent ook het een en ander voor de veiligheidssituatie in Rijen-Zuid. Het is altijd goed om met elkaar te kijken hoe kun je veiligheid verbeteren. En daar hebben we het afgelopen jaar uitvoerig over gesproken. Defensie, gemeente en veiligheidsregio. En Defensie gaat ons voortaan helpen in dat deel van Rijen. Om snel bij incidenten aanwezig te zijn. En dat vraagt om goede afspraken. En die gaan we vandaag ondertekenen. De veiligheidsregio is niet een hele bekende organisatie voor de meeste mensen. Onze taken kun je vatten onder drie pijlers. De eerste pijler is dat wij stimuleren dat we een redzame samenleving zijn samen. En dat houdt in dat we mensen bewust maken van de risico's in hun leefomgeving. En dat we ze adviseren hoe ze daar zelf mee het beste kunnen omgaan. De tweede pijler is dat we bijdragen aan een veilige leefomgeving. Wij brengen risico's in kaart en monitoren die. En we adviseren bedrijven, gemeenten over hoe we met z'n allen in de samenleving zo veilig mogelijk met die risico's kunnen omgaan. En de derde pijler, die zult u het beste van ons kennen, dat is dat wij incidenten bestrijden en rampen en crisis. En daar hebben we een hele grote brandweerorganisatie onder andere voor. Met 70 posten in de regio, met prachtig brandweermaterieel wat we op straat kunnen sturen, snel, slagvaardig. Om bij te dragen aan de veilige samenleving. Dat is wat wij doen. Ook Defensie heeft een professionele brandweerorganisatie. De nieuwe inrichting van de stationsomgeving maakt dat wij als brandweer iets langer onderweg zijn naar Rijen-Zuid. De vliegbasis die is daar gunstig geplaatst met de brandweerpost. En die kunnen aanvullend op de brandweer bijdragen aan het bestrijden van incidenten in de omgeving van de vliegbasis en in Rijen-Zuid. En daarom gaan we samenwerken. Het is niet helemaal uniek, maar het is wel weinig voorkomend. Alleen onze vliegbasis Woensdrecht in het westen van Brabant heeft dit ook. En wij zijn de tweede daarin. En het is een hele mooie, concrete samenwerking. Want het is heel, heel direct tastbaar. Precies wat al gezegd is, de brandweerveiligheid in het zuiden van het dorp is eigenlijk per direct verbeterd. Maar ook de aansluiting tussen de twee korpsen is hierdoor nog een slagje verder. Waardoor we nog beter kunnen samenwerken in de hele veiligheidsregio. Dus een hele mooie stap. Het is op de vliegbasis altijd lekker druk. Voor een groot deel is de vliegbasis ook bezig met vliegtuigbrandbestrijding. Dat doen we met die grote brandweerauto's, de E-1's, die erachter staan. Maar we hebben ook een basisbrandweerzorg. En die basisbrandweerzorg ondersteunt in dit geval de regio Rijen-Zuid. En dat doen ze altijd. Onze brandweer is, net zoals de andere brandweer, super paraat. Nee, die gaan elkaar zeker niet in de weg lopen. Ik heb de eerste gezamenlijke oefening bijgewoond. Daar bleek het al direct, al bij de eerste oefening werd duidelijk dat ze heel goed kunnen samenwerken. Dat oefenen blijven ze doen, dat zijn ze sindsdien ook blijven doen. En volgens mij gaan wij over niet al te lange tijd hier op het plein ook een demonstratie zien waaruit blijkt. En iedereen zal dat daarna met me eens zijn, dat beide brandweerploegen prima kunnen samenwerken. Gaat helemaal goed komen. Zal de tankuitsloot van de vliegbasis zijn.
Zoals jullie net gehoord hebben, is dit de samenwerking tussen de vliegbasis brandweer en de burgerbrandweer. De eerste contactspot is dus de vliegbasis. We zullen met 4 personen ter plaatse komen. Van Rijen, die zal het slachtoffer gaan bevrijden. Als u wat last heeft van de rook of van de warmte, doe even 1 klein stapje terug, 1 stapje achteruit. Denk daarbij ook aan uw eigen veiligheid. Je kunt zien dat de tweede tankuitspuit, brandweer Rijen, is inmiddels ter plaatse. Er vindt even overleg. Brandweer Rijen die gaat het slachtoffer bevrijden. Hier kunt u dus mooi de samenwerking zien tussen de vliegbasis, brandweer en brandweer Rijen. Er vindt overleg plaats, de ploegen worden ingedeeld. En op die manier, wij noemen dat hakken in vakken, zagen in lagen. Het team van Rijen gaat beginnen met het stabiliseren van het voertuig, achterin het voertuig, en gaat zorgen dat het slachtoffer niet meer kan bewegen. Even in overleg met zijn manschappen, is de vuurwaard echt helemaal uit. Hou hem in de gaten, hè, zorg dat hij echt helemaal uit is. Het technisch team heeft inmiddels de inzet bepaald, dus we hebben het aantal plek gehad. De vliegbasis maken nog even een rondje, zorgen dat we echt... Alle temperaturen uit het voertuig. Het slachtoffer zit mechanisch bekneld, zoals we dat noemen. Dus het enige probleem wat het slachtoffer heeft, is dat... De twee scharnieren zijn doorgeknipt. We houden ons nog contact met de meldkamer. De meldkamer zit in Bergen-op-Zoom. We hebben geen zicht. Of het incident, dus die willen ook graag weten hoe het ermee staat. Dus we zullen er even contact gehad met de meldkamer. En we overgeven dat het slachtoffer bevrijd is, dat het ongeval meester is en dat er één gepakt kan worden.